Als je je afvraagt of je nog aan het batterijcompartiment kunt als er een statiefplaatje monteert. Dus dit is het statiefplaatje van Manfrotto. Kijk, dan zie je dat het is nipt, maar het gaat nog net wel. De batterij kunnen er nog net wel uithalen. Het lijkt zelf alsof dat ze de positie van dat klepje bijna, en de positie van de statiefkoppeling bijna ontworpen hebben op basis van. Die Manfrotto plaatje. zo exact past het. Oké, okay, dus ik ga nu met de uh, 50R, de GFX 50R, op statief een compositie daar van uh, de muur, eigenlijk de low light prestaties gaan vergelijken. Dat is, uh, ik gebruik gewoon die scène omdat je daarin de muur hebt die veel detail heeft. Je hebt een stuk zwart, je hebt een stuk wit van de kasten, dus het is een beetje alles bij elkaar. Ik ga dat vergelijken met de Fujifilm X-T2, wat een APC-sensorformaat is. De X-T2 is een recente camera. Oké, okay, de X-T3 zal nog wel net iets beter in low light zijn, denk ik, maar de, ook de X-T2 is echt niet slecht. En ze zeggen toch dat je voor uh, Lowlight beter naar uh, grotere formaat sensors gaat, dus naar uh, minformaat zou je denken, is dan ideaal. Maar eigenlijk ook wordt full frame veel voorgesteld als ideale oplossing voor low light fotografie. De reden daarvoor is dan dat je eigenlijk komt op neer hoe meer plaats dat je hebt voor de pixels dus hoe beter de verdeling tussen uh, hoe minder pixels dat je per vierkante uh, millimeter hebt hoe beter dan die gaan presteren. Dus als je dezelfde hoeveelheid pixels laat ons zeggen 24 millimeter wat dan een, een algemeen gekozen uh, resolutie is voor uh, Digitale camera's, als je dat gaat bekijken, als je dat plaatst op een APS-C sensor, dan, uh, dan gaan die minder goed presteren dan als je die op een grotere sensor dezelfde hoeveelheid pixels moet zetten. Maar dit is natuurlijk een vier keer zo grote, pixel, uh, nee, grote sensor, maar heeft ook wel twee keer zoveel pixels. In plaats van 24 megapixels heeft dit 15 megapixels. Dus het is een verbetering, maar ik verwacht geen... Uh, zo'n grote verbetering als camera's die echt gemaakt zijn voor low light. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de Sony Alpha 7S. Die heeft een full frame sensor, dus anderhalf keer zo groot als de APC sensor. En die heeft in plaats van 24 me megapixels heeft hij maar half, zo heeft die maar 12 megapixels. Dus daar ga je eigenlijk, um, plus dat die camera ook gewoon gericht is op uh, low light. En er zijn nog voorbeelden hoor maar we gaan een keer kijken, ik ga hier een paar testbeelden maken. Dan weten we het zeker. Ik ga nog wat meer achteruit moeten. Maar ik ga eigenlijk op de x 2 de 35mm 14 lens gebruiken. Dat is ook een, uh, een standaard lens. Dat is, ik zal ze het op hetzelfde diafragma gebruiken. Oké, okay, dus dat is wat ik wil opnemen. Ik heb de camera zo ver mogelijk naar achter gezet. En dan krijg ik die compositie. Dan heb je een groot stuk van de muur in beeld. Je hebt de kast in beeld. Uh, je hebt ook je ziet dat blauw stukje staan op de kast. Wacht. Daar moeten zien staan. Dat is een klein detail dat er ook gaat inzitten in beeld. Je hebt ook een zwarte controller, de zwarte televisie. Noem maar op. En dan ja, de lens van. Uh, op APC sensformaat is deze dat ik ga testen. Of vergelijken beter. Dus dat is de 35 mm 1.4. Het scherpstellen doe ik op die muur. Dus daar staat mijn focuspunt. Een timer instellen zodat het indrukken van de sluiter geen probleem is en onschermte oplevert. 2 seconden is meer dan genoeg. Het is echt gewoon op het moment dat ik afdruk. Om die beweging niet in beeld te krijgen. Dus nu zit ik met een instelling van opening 2.8 ISO 100. Ja, dus deze camera kan tot ISO 100 gaan. Dat zal de native ISO-waarde zijn. Op de xc 2 is dat 200. En zo ga ik een reeks afbeeldingen maken. Ik ga natuurlijk ook in stappen van volle stop Dus ISO 100, ISO 200. En hier is dat dus. De ISO-waarde wijzig door hier aan dat wieltje te draaien. Dus ik zal 2.8 gebruiken, 4, 5, 6, 8. Ik zal ook in volle stops werken daar. Kijk, ik was net aan het proberen om de ISO-waarde, dus als we naar de menu gaan, dan heb je hieronder het foto-icoontje, de ISO-instelling en de default, allez, de, dus de, de standaard ISO-waarde gaan van 100. 100 is native, en dan daaronder heb je een low 50 en de auto-instellingen, maar hoger dan 12800 dus de maximum native ISO-waarde, dan de auto. Maar voor de high ISO-waarde, die zijn disabled. Ik heb het even moeten opzoeken, maar dat zou komen omdat ik hier bij shutter type die elektronische shutter geactiveerd. Dus als ik die op mechanical shutter alleen zet, zo dus. Dan zou ik wel in de ISO-waarden ook, ja, dus dan kan ik de high ISO-waarden. En wellicht kan ik daar ook de low. Ja. Dan kan ik verder testen. We zijn vertrokken, dus ik begin met de foto's van de xt 2 Dit is ISO 100. Ik zal een stukje zwart tussen laten. Om het verschil te tonen, dit is ISO 200. Dat zijn volle stops. Ik verwacht sowieso pas vanaf ISO 1600 ongeveer echt degradatie. Dit is ISO 400, zie je dat ik de belichting ook een klein beetje aangepast heb. Het zijn uh, exports vanaf vooral mijn lightroom. Dit is ISO 800, nog altijd heel aanvaardbaar. Je begint het wel te zien in de details en de witte vlakken en de zwarte vlakken. Dit is dan 1600, maar nog altijd heel aanvaardbaar. Vervolgens krijgen we de foto met ISO 3200, dat is deze. En dit zijn uh, de volgende zijn denk ik uh, high ISO. Dus uh, 6.400 en uh, 128.000 is de laatste. Dat zou dan deze moeten zijn. Dus hier zie je wel dat je redelijk wat kwaliteitsverlies hebt op de foto. Oké, okay, nou, ik heb blijkbaar ook op de xc 2 nog een foto met ISO waarde 256 of 25.600. Maar de kwaliteit hiervan vind ik uh, niet meer bruikbaar. Hiervoor moet naar zwart-wit gaan. En dat brengt ons dus bij deze afbeelding, dat is met de GFX50R. Dus opnieuw ISO 100. En dan als er zwart tussen komt, de volgende foto is ISO 200. Nu, ik wil hiermee zeker niet beweren dat die camera uh, geen betere beelden maakt, de ISO 400. De beelden van deze camera zijn 100 megapixel. Dat is gewoon zoveel meer detail dat je vastlegt. ISO 800 ondertussen. Dan met de andere camera, dan met de xt 2 Ik wil alleen aantonen dat, dat dit misschien niet de meest is iso 1600, de meest geschikte camera is om, um, om in, uh, met weinig licht foto's te gaan maken. Ik zie ook de andere beeldverhouding trouwens hier. Dus dat is ISO 3200. Nog altijd bruikbaar. Ik zou durven zeggen dat de kwaliteit iets beter is, inderdaad. ISO 6400 Je presteert. Precies net iets beter of gelijk aan. En dan, dit is de, de 12.000, als ik het goed heb. En deze is absoluut niet meer bruikbaar. En als allerlaatste, ja, dus blijkbaar kan de GFX50R hogere iso-waarden aan, namelijk ook 51.200. En 102.400. Maar ik zeg, dit is zelf in zwart-wit is het niet bruikbaar. Dus conclusie, ja, het lijkt erop dat die minstens even goed presteert. Misschien een klein, klein beetje beter, maar het verschil is verwaarloosbaar. En de 50R is gewoon geen camera voor hoge ISO-waarden. De 50R is meer voor veel detail. Uh, prachtige opname, heel veel detail. Als je hoge ISO-waarden Wilt gebruiken, moet je een vrij grote sensor hebben met vooral minder megapixels. Dus geen 100 megapixels. Eerder de Sony A7S bijvoorbeeld, die heeft denk ik 12 megapixels. Dat soort camera's zijn uh, subliem bij weinig licht.